tijd voor een nieuw Minecraft-avontuurtje. Dat betekent dat we vandaag eigenlijk naar de Quest Tower moeten gaan. Want we gaan... Ik had het eigenlijk de vorige keer beloofd. Allereerst nogmaals mijn excuses. Ik had gezegd... We gaan vandaag, of in ieder geval de volgende keer, gaan naar de Quest Tower. En toen kreeg ik allemaal reacties. En je had beloofd dat je naar de Quest Tower... Allemaal dat soort reacties. Nee, grapje. Helemaal niet. Ik ben jullie allemaal hartstikke bedankbaar dat jullie Minecraft in één keer weer zo hartstikke leuk vinden. Want ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk. Het is een beetje te lang geleden. Ik zag ook dat, wel grappig, de man die de meeste Minecraft heeft gespeeld vroeger niet meer weet wat hij moet doen. Hey. Ik ben blij dat je me begrijpt. Ik ben blij dat je eindelijk snapt hoe ik me voel. Hé, ja. Een beetje triest is het, maar ja, hè. Niks aan te doen. Dus ik dacht, vandaag gaan we eerst naar die Quest Tower. Ik moet nog lekker bezig gaan met ons dingetje daar. Ik denk als we daar mee bezig zijn, dat het er best wel fancy uit kan komen te zien. Maar we gaan eerst gewoon een lekkere quest doen. Eerst even wat spul dumpen, want anders heb ik echt mijn hele inventory vol met rotzooi daarheen. Beetje van alles wat hier erin stouwen. Bah, ah, kijk eens, een lege kist. Heerlijk. Oh, die X moet ik wel even meenemen. Tools mee. Laten we even een bootje nog maken. Zo, we hebben een bedje, dus we kunnen ook nog even lekker tukkie doen. Zo, op. Bootje mee. Beetje hout mee voor de zekerheid, hè. Je weet nooit wat je tegenkomt. We hebben genoeg wortels om te eten. Ook heerlijk om te smikkelen. En dan op naar de Quest Tower. Oh, er brandt een groen lampie! Dat betekent dat er een quest is. Oh yeah, dan gaan we onze allereerste quest doen. Spannend, spannend. Oké, een groen lampje. Dan is er een quest. Alexandro 1 of Ash Vexfine? Oeh, Ash Vexfine is een van de sterkste levende wezens die in de Nether heeft geleefd. Ze heeft daar verschrikkelijke dingen gedaan. Mocht ze naar de overworld komen, zal dat voor gigantische problemen zorgen. Zoek haar op en maak haar af. Oh jee, weet ik dit zeker? Is een van de sterkste levende wezens. Ik heb helemaal niks gepakt hier. Even kijken wat dit is. Hopelijk is dit een wat makkelijkere quest. Goedendag, er is iemand die je hulp nodig heeft. Alexandro is zijn naam. Hij is er slecht aan toe en ik moest je zo snel mogelijk bereiken. Hij vertelt dat hij ten noordoosten van Stonewind Island woont. Ook op een eiland. Hij is er de laatste jaren niet meer uit geweest, dus het kan zijn dat zijn huis wat verstopt is. Ga naar hem toe. En vraag wat er aan de hand is. Ach, boeien. We gaan voor de moeilijkste. We hebben diamonds van Duncan. We zijn niet bang. Oh nee, woonplaats in de Nether. Daar zijn we nog niet... Nee, dat kunnen we dus ook niet doen. Oh, waar is nou weer Stonewind Island? Oké, ik heb een idee waar het is. Zo niet, dan moeten we terug... Oké, slash home. Want dat mogen we doen. Ik heb het gevoel dat ik weet waar het is. Zo niet moeten we helemaal teruglopen. Zullen we eerst even lekker slapen? Goedemorgen. Laat ik een bootje weer meenemen. Zo, hop. Ik heb een gevoel waar het is. Maar ik kan ook helemaal fout zitten. Heb ik hier nou nog meer cactussen geplaatst? Laten we die ook gewoon weer pakken en netjes opruimen. Of in ieder geval netjes neerzetten. Wat hoor ik? Oh, er is weer zo'n beest. Laat me met rust. Ik ben gewoon rustig met de cactussen bezig. Zo. Oké, als het goed is, zit daar een eiland. Dat is een klein huisje. Zou dat het zijn? Nee, denk het niet. Turtle Beach. Nee, dit is het niet. Oké, dan heb ik het gevoel... Kijk, want daar staat natuurlijk ook een eiland. Dan moet dit Northwind Island zijn. Holy moly. Het is gigantisch. Dan moet dit het eiland zijn, toch? Oké, even kijken hoor. Hop, omhoog. Dit moet toch Northwind Island zijn? Hé, hey, kippen? Hallo. Een nieuwsbrief? Wat doet die kip daar? Wat een gek beest. Ik heb het gevoel dat dit Northwind Island is. Dus als we hier zijn... Dan kan ik mijn boot pakken. Zo.
En dan moeten we naar... Kijk. Hij vertelt het ten noordoosten van Stonewind Island. Dat betekent die kant op. We gaan gewoon die kant op. Als dit het niet is, dan hebben we gigantisch veel tijd verspeeld. Maar... Hè? We weten het nooit. Kijk eens daaronder! Zou dat het zijn? Hier zit een heel klein eilandje. Zou die hier zitten dan? Hij vertelt dat hij ten noordoosten van Stone Island woont. Ook op een eiland. Hij is er de laatste jaren niet meer uit geweest. Dus het kan zijn dat zijn huis wat verstopt is. Ga naar hem toe en vraag wat er aan de hand is. Hallo daar, ik ben Alexandro, de beste brouwer in de omgeving. Ik wil je om een gunst vragen. Mijn gezondheid gaat nogal achteruit en heb een potion nodig. Helaas ben ik zelf niet meer in staat om de spullen ervoor te halen. Ik wil jou vragen om voor mij de volgende ingrediënten te halen. Een fermented spider eye, een golden apple, blaze rot, een glass bottle en emerald. Ik heb dat allemaal nog niet! Oh! Oké, we moeten echt keihard grinden. Ik heb dit allemaal nog niet eens. Kanonnen, hoe dan? Nou, Alexandro, het was leuk je gekend te hebben. Top. Alexandro, misschien tot de volgende keer. Het was gezellig, maat. Ik heb het nog niet. Dus, zeer spijtig. Laten we maar zien te zorgen dan dat we zo snel mogelijk progressie gaan maken. We zijn ook al erg lang met ons huisje bezig, ook al zeg ik het zelf. Beetje misschien een beetje te lang. Dus laten we doelen gaan stellen. Ik wil van jullie doelen horen. Anders gaan we wel een doelenbord maken of zo. Dus hierin, Alexandro 1 en 2. Met het huisje ben ik bezig. Maar ja, dat schiet natuurlijk ook nog niet op. Ik moet heel veel meer acacia hebben. Hebben we hier nog acacia saplings? Of heb ik die hierin gegooid? Of hier? Ook. Waar zijn die acacia dingen nou? Nou, hier. Dus als ik nou gewoon een bult acacia saplings hier in de grond stamp. Kijk, we moeten ook weer een keer nog op zoek naar diamonds gaan. Oké, mijn doel is dus nu om even dit allemaal hier weg te halen. Hier gaan we dus allemaal gewoon acacia's neerzetten. Nou, ik ben er zo weer. Jemig, waar komen jullie in één keer vandaan? Wegwezen jij. En ze komen ook niet even in zijn eentje of zo. Nee, gewoon meteen met drie man. Hè, voor de mensen die zich afvragen wat hier gebeurd is, was een creeper. Nou, dit is al een lekker aardig stukje leeg hoor. Kijk eens, hoppa. Nu gaan we gewoon flink wat acacia-bomen hier neerplanten. Lekker dicht begroeid. Hoppa, maakt allemaal niet uit. Kan gewoon. Hoppa. En dan kunnen we hier gewoon een keer alles lekker omhakken. Chucky taka. Boom. Zo. Ik wil niet weten hoe dat eruit komt te zien als het klaar is. Ik heb er weer zand op het dak gegooid. Jemig, zonder te vragen ook meteen. Zo, ik weet in ieder geval dat we voor voorlopig genoeg hout hebben. Ik denk dat we nu gewoon even de mijn in gaan. Daar gaan we nog even op zoek naar wat nieuws. Want we hebben echt nog geen diamonds. En ik moet Duncan ook nog eens een keer terug gaan betalen. Als we nou hier gewoon eens een keer de andere kant ergens op gaan. Zo. We gaan die kant op. Gewoon eens een keer iets nieuws. Ik heb het gevoel dat we alleen maar een beetje in dezelfde richting bezig zijn geweest. We hebben gewoon geen diamonds gevonden daar. Kijk, dus als we nu gewoon... Bruh. Dit meen je toch niet? Ik zeg, laten we gewoon eens een keer een andere richting ingaan. We zijn zo ver. Een hele aflevering zijn we bezig geweest. Ik mine hier gewoon een random gang. En dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokken. En we hebben diamonds. En ook niet een beetje ook. Het zijn er 8. Nou, ben ik wel heel blij mee. Als we nou nog meer diamonds vinden. Want ja, nu we dit hebben, moeten we eigenlijk wel... een beetje onze schuld gaan afbetalen. Of we houden ze nog. Weet je wat? Niks tegen Duncan zeggen. We hebben, zeg maar dat we nog steeds geen diamonds hebben. Nope. Zeg maar... Holy moly! Kijk dit! Nice.
Zeg maar tegen Duncan dat wij nog steeds geen diamonds hebben. Niks zeggen tegen hem. Zeg maar, we hebben nog steeds geen diamonds. Hoeveel hebben we er nu? 12. Lekker. Hartstikke idee. We moeten eigenlijk ook nog naar richting de end. Want ja, als we daar even zo'n boekenkast dinges vinden. Of we moeten koeien gaan temmen. Dan kunnen we in ieder geval lekker enchanten al bijna. Maar please, zeg niks tegen Duncan. Zeg maar gewoon, Vincent heeft nog steeds geen diamonds. Hij is hartstikke druk voor je bezig. Voor de mensen die dat tegen Duncan zeggen, mijn dank is groot. In plaats van dat jullie zeggen, Vincent heeft van je diamonds gestolen. Ik ben druk bezig voor Duncan om het ooit nog een keer terug te halen. Maak je daar maar geen zorgen over. Dit is echt de makkelijkste truc die er ooit is. Kijk, hup, torch eronder. Op, gravel weg. Eigenlijk wil ik nog één setje diamonds vinden. Oh, mijn pickaxe is stuk. Ik heb obsidian gevonden. Die kunnen we minen. Hier is lava. Ligt alleen goud. Laten we die meenemen. Is wat chill voor die golden apple die we moeten maken. Misschien dat we dan de volgende keer de quest af kunnen maken. Laat ik het wel meenemen, want we hebben nog geen obsidian niks. Wat duurt het minen echt knijterslang. Yes, de Ice Bucket Challenge. Het begin moet er zijn. We moeten toch ergens beginnen. Nee, 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 nee. Eten, 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 eten. Ik heb ook geen bucket met water. Help, help, help. Oh, waar is die gang, waar is die gang, waar is die gang, waar is die gang? Die is hier. Ik ga dood, ik ga dood. Nee, nee. Ik was zo geconcentreerd. Even in de chat. Nee. No. Ik hoop dat het echt dichtbij is en dat mijn spullen er nog liggen. Mijn diamonds, mijn allereerste diamonds. Ik wil ze hebben. Kijk, dit soort oude trucjes ken ik dan gelukkig nog wel van vroeger. Kijk. Ik ben wel heel veel XP verloren, zeg. Echt heel veel. Laat maar in de reacties achter wat we de volgende keer moeten doen. Gelukkig heb ik mijn 12 diamonds kunnen redden. Hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Minecraft video. Tot de volgende keer. En ciao.